live bij ons te gast vanochtend hier in de studio. Ja, goedemorgen. Edwin Evers! Ja. Ja. Er is hier gewoon helemaal niets veranderd meer. Ik denk echt bijna niks. Nee, helemaal niks, nee. Nee, het is, ik geloof inmiddels de oudste studio van Hilversum waar we vandaan uitzenden. Dat denk ik wel, ja. Ja, dat geloof ik wel. Want jullie zijn ook de oudste. Ja. Dus dat klopt. Je moet hier ook niet al te veel nieuwe rijtjes meer aan. Dan kom je er niet meer uit, Tim. Hey. Het hele album is bij mij in de studio thuis opgenomen. Dus ja, het is eigenlijk de deur niet uit geweest. Dus nee. Het is voor de eerste keer weer dat je de deur uit bent. Ja, dit is de eerste keer dat ik... Sinds maanden. Ja. Nou, het album was al... ik had het al vorig jaar november al af. Serieus? Eigenlijk. Ja. We zouden in februari, maart zouden we eerst... zouden we eigenlijk doen wat we nu doen. Ja. Maar er kwam iets tussendoor met een podcast met iemand. Oh. En toen dacht ik, ja, ik ga nu geen album uitbrengen. Want dan denkt iedereen van, ja, dat doe je. Je gebruikt nu de podcast van de koning om je eigen liedjes te promoten. En dus eigenlijk door Willem-Alexander hebben wij langer op die muziek moeten wachten. Dat is eigenlijk wat je nu zegt. Ik weet niet of iemand erop heeft zitten wachten. Heb je nog veel contact met hem sindsdien? We appen daar... Nee. Nee, helemaal niet. Nee. Maar heb jij wel... Heb jij zijn nummer? Nee, ik heb zijn nummer ook niet. Ook niet? Nee. Ik geloof er niks van. Nee, serieus niet. Ik werd gebeld door de RVD en toen kwam het idee van... Je dacht, oh mijn god, wat heb ik gedaan? Ja, dat dacht ik in instantie. Ik denk, oh, ze hebben toch nog eens teruggeluisterd van de pijn. En hoe nam je op? Ja. Ik begin gewoon even bij vraag 1. Ja, wanneer kom je weer terug bij de radio? Ja. Iedereen weet ook wel, ja, ik ben nu met andere dingen bezig. Mis je het wel eens? Nee. Echt niet? Nee, stom hè? Ja. Hoezo stom? Dan is ja, het maar ook ik goed. Doe gewoon. Ik heb. Ja, dus Michiel, ik heb echt een geweldig leven nu. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Ik doe alleen maar dingen die ik leuk vind. Oh, dan heb je dus geen relatie. Nee. Dat... Vraag 2. Dat was vraag 2. Is hiermee ook beantwoord. Mensen die wel eens bij jou, bij de band zijn geweest, bij de Edwin Evers Band, dat is natuurlijk het feest der herkenning. Maar ja. Dat is ook allemaal wel een beetje met een knipoog ook. Jij maakt grappen tussendoor en er zitten lollige acts, doe je ook af en toe. Lollige acts? Ja, nou, dat is zijn optreden hoor. Als ik opkom. Tot laat heb je... Tot einde middag. Oh. Nou ja, wij gaan om 10 uur weg, maar we hebben zo meteen begin. Vind jij het leuk om een keer aan het rad te draaien? Ja, nou, ik dacht dat je het nooit zou vragen. Marina, goedemorgen. 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 Hey, Marina. Zal ik je de stem laten horen, ja, Marina? Graag. Ja, ik ben benieuwd. Ja. Heel graag. Dat komt wel. Ik doe even mijn radio zachter. Oh, dat is een goed idee. Oh, zachter. Oh, dat is wel straks zo harder zetten, hey, hè, Marina? Hey, Koekel. Koekel? Als ik heel eerlijk ben, het is een beetje een na-mannetje. Nou. André Hazes junior. Nou. Ik snap wel wat ze bedoelen. Ik snap ook wat ze bedoelen. Ja. Maar het is niet goed, Marina. Nou. Hey, Koekel, zet de radio maar weer aan. Ja. Weet jij wie het is? Ja, ik zat te denken aan Rafael van der Vaart. Ja. Nou, oh, kijk. Ja, hè, het is hem hoor. Het is Rafael van der Vaart. Er is voor je aan het rad gedraaid. Door Edwin zelf. Eens even kijken wat het geldbedrag is dat hierop uitkomt. Edwin brengt geluk. Ja, dat denk ik wel. Als Tim op vakantie is... Zou er één weer vallen? Ja, tuurlijk. Oh, wat leuk. Ja, tuurlijk. Nou, wat doe je volgende week?